genomineerd. Dat klopt, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben nooit genomineerd geweest. Jij gaat stoppen. Ja, ik ben al gestopt. Maar dit wordt misschien de enige award voor sowieso die ooit behaald kan worden. En die gaat Tessa in de bak slepen. En daar ben ik hier ook. Wanneer? Nee, maar natuurlijk. Jullie ook genomineerd, toch? Ja, Fleur Wallenburg van 3FM is genomineerd. Ja, die mag mij even winnen, hoor. Nou ja, luister, lieve schat. Ja, het heel belangrijk voor zijn carrière. Kijk, zij is zeg maar de uber-bitch. Ja. Want zij was de eerste die hem kreeg. Maar de eerste bitch. De eerste op een bitch. De bitch. Dat was Tineke voor de radio. Maar zij was vroeger heel lief. Dus ik, en nu niet meer. Waarom nou niet meer? Dat zegt hij. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar zij vroeger werd het woord bitches helemaal niet gebruikt. Zij was de radiovrouw van vroeger, weet je wel. Dat is een heel andere tijd. Het is natuurlijk 100% Tanja, op 100% Mel. Nee, die luister ik wel vaak, maar meer omdat zij mij vraagt om te luisteren, om te kijken wat er misschien anders of beter en zo. Maar ik vind Evers nog steeds erg leuk. Eigenlijk aan alle BN'ers die hier waren, heb ik een beetje gevraagd wat hun lievelingsprogramma was op de radio. En ik heb niemand gehoord die geen Koen en Sander show zei. Oh, echt waar? Wat zei vind je ervan? Nou ja. Oh nee, op Tineke de Nooi na. Ja, maar die is te oud natuurlijk, want die is Zuid-Afrika. Die luistert Nederland in Beweging op de radio. Ja, dat vind ik leuk dat je het zegt. Best wel eer. Ja, ik luister het zelf amper, moet ik zeggen. Wat is dan je eigen lievelings? Mijne? Ja, ik luister graag naar Stenders. Rob Stenders. Nee, ja, dus, ik ben altijd ook een beetje verbaasd of zo. Omdat we hebben de radio ring gewonnen. Dat was ook een publieksprijs, dat was te gek. Maar ik had het gewoon niet verwacht, weet je. Dat echt mensen dan ook nog... Ja, we klooien maar wat aan. Wel natuurlijk enigszins geregisseerd en zo. Maar ja, schijnbaar doen we het leuk. Maandag in het AD, was maandag, ja, dat zei je dat je eigenlijk op zoek bent dus naar een nieuwe baan. En dat je Radio 2... Als je geen baan hebt, dan wil je graag een baan. Maar je zei dat je Radio 2, Radio 5, Q Music, je vond alles leuk. Niet een kwestie van ik vond alles leuk. Er werd gevraagd, ja, wat zou je dan willen doen? Maar het ligt natuurlijk ook aan het programma. Maar ik denk dat mijn kracht wel ligt in de korte interviews. Lange trouwens ook, maar ik ben bekend vanwege de korte interviews. En ja, daarnaast platen aankondigen. En dat vind ik heerlijk om te doen. Dus ja, en dat kan op al die zenders. Gehoord uit een onderzoek dat mensen toch onbewust minder graag naar een vrouwenstem luisteren. Hoe kan dat nou? Uit onzin, toch? Ja, ik denk dat ik buiten dat onderzoek val, toch? Ja, nee, maar die mensen die hebben gewoon ongelijk. Het ligt aan nee, die ja, mensen. Dat kan. Ik denk dat vrouwen toch iets kritischer zijn. Net zoals vrouwen als je op het terrasje zit, dan denk ik dat eerder vrouwen gaan zeggen, wat ziet hij eruit, dan mannen die denken, ik zit hier lekker met mijn biertje. Klopt wel. Vrouwen kijken naar vrouwen, kijken. Op het terras ook, dus vrouwen zullen ook wel heel kritisch naar vrouwen luisteren. Ja, en daar zit het probleem. Van want een man heeft, ik heb er geen probleem mee om naar vrouwen te luisteren in elk geval, dus het probleem ligt dan bij de vrouwen. Ja. Ja, kun je daar iets bij voorstellen? Het komt omdat mannen makkelijker naar lagere tonen luisteren dan hoge tonen. Dus hoge tonen krijgen mannen minder goed mee. Dus dat is ook als vrouw begint te zeuren tegen je vriend. Dat moet je proberen zo laag mogelijk te doen, dan krijg je er iets van mee. Dat is wetenschappelijk bewezen. Het is logisch en de mannenstem is misschien wat rustiger en wat lager. Dus het luistert wat relaxter. Maar ik ben voor meer vrouwen op de radio. En er zijn er genoeg die heel prettig klinken. Dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Ik denk niet dat de luistercijfers in de weg zou staan of zo.